Marleen Kwant, 17 jaar is ze. Vanaf haar zevende is ze bezig met muziek en sinds 4 jaar speelt ze piano. Vorig jaar leerde ik haar kennen, speelden we samen in de musical Zorro. Zo kwam ze langs bij de jam-sessie bij de buren. Terwijl wij nog zaten te overleggen met onze jaren ervaring, gaat Marleen achter de piano zitten en begint ze gewoon te spelen. Zo onbevangen en met zoveel plezier, precies zoals muziek bedoeld is. I'm in a little bit of trouble and I'm in real deep. From the beginning to the end, he was no one and a friend to me. Father's making me hate, yeah, think I better sit down. It's like sweet serenade and he knows got a maid with me. Twisting round on the carousel, there's been so much to solve. 1 second I think and I feel the love, then I feel the love. Ooh, that man is like a flame. Ooh, that man plays like a game. I only see is I can't win. Ooh, I love that man. Ooh, that man is on my list. Ooh, that man I wanna kiss. My only see is I can't win. Ooh, I wanna love that man. It's like I'm on a mission, at it everywhere. And if it takes a little long and it feels a little wrong, who cares? My baby fits the description, does it easily. A little gape, someone's there, and it dances, I can hardly breathe. Someone called a doctor, needs some help to rescue me. 1 second I think and I must be lost, but it keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame. Ooh, that man plays like a game. I only see is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list. Ooh, that man I wanna kiss. My only see is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Not dip ba ba da ba dip da ba ba da ba not dip ba ba da ba dip da ba 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 da do da dip 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 da 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 do. Marleen Kwant, wat leuk dat je er bent. Hartstikke ja, leuk. Ja. Leuk dat ik mocht komen. Je bent 17 jaar. Ja. Hartstikke jong nog. Ja. Ja. Maar je hebt wel grote plannen volgens mij. Wat zijn je plannen? Wat zijn mijn plannen? Nou, sowieso eerst school afmaken, dat vind ik wel handig. En daarna hopelijk conservatorium. Ja. Dus dat is stap 2. Ja. En daarna eigenlijk een beetje kijken waar dat me leidt. Ja, waar zit je nu op school? Op het Vechtel College in Hardenberg. Oké, okay, ja. Dus in het examenjaar. Ja, precies, laatste jaar. Mm-hmm. En hierna wil je naar het conservatorium. Ja. Ja. En wat wil je dan doen? Stel als dat allemaal lukt en je hebt het allemaal klaar. Nou, het allerleukste lijkt me gewoon om eigenlijk wel heel veel verschillende dingen wil doen. Dat ik lijkt me wel leuk om een eigen bandje te hebben en om gewoon eigen nummers te schrijven. En het lijkt me ook wel heel vet om bijvoorbeeld echt gewoon professioneel musicals te gaan spelen. Dus, musicals? Ja, dat lijkt me ook wel heel vet. Oké, okay. En met conservatorium wil je dan piano doen of zang? Of? Nee, vooral zang. Zang. En dan jazz en pop. Jazz en pop, oké. Okay. Ja. Superleuk. Ja. Ja. En dus een bandje en musicals, dat zou je graag willen? Ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Als dat lukt, dan... Ja. Wat ik altijd zo mooi vind, is jij bent altijd heel onbevangen. Je komt ook wel eens bij de jam-sessie bij de buren. Ja. En jij doet dat altijd zo makkelijk. Je gaat dat zo, niet zo moeilijk doen. Ik ga gewoon achter de piano zitten. Ik vind het gewoon leuk. Ja, en, dat is het ook, hè? Help, is het wel goed. Maar gewoon, ik vind het leuk om te doen. Dus ik spreek gewoon achter die piano. En dat doe ik gewoon even. Ja, maar daar gaat het ook om uiteindelijk, toch? Dat je het gewoon leuk vindt. Ja. En dan gaat het eerst vanzelf eigenlijk. Ja, maar ja, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. Ja, mooi. En ook met, we gingen dan een liedje doen. Ja.
En heel veel mensen zeggen van, oh, dan gaan we het eerst opnemen. En jij bent dan heel makkelijk. Oh, maar dan kunnen we dan straks nog wel even oefenen. En dan komt het ook wel goed. Ja. Ja. Dat was vooral omdat ik geen stem had, hoor. Oh ja. Eigenlijk voor anders had ik dat wel graag gewild. Ja. Maar, ja. Ja. Dus dat kwam eigenlijk daardoor. Dus je had het liever toch wel... Ja, ja, zeker. Nou, nu komt het ook goed straks. Ja, hè? Ik heb liever gewoon het hele interview ook al voorbereid. Oh ja. Gewoon, ja. Dat je weet wat er komt. Ja, dat vind ik wel fijn. Maar, Hoe oud was je dat je begon met muziek maken? Okay. Ik denk 10 jaar geleden al wel. Dat ik in ieder geval... Ik denk op mijn 7e wist ik al dat ik naar het conservatorium wou. Oké. Okay. En ik denk dat ik gewoon vanaf dat ik kon praten, neuriede ik al. En nou ja, ik was hartstikke grote fan van K3. Dus dan toen begon ik al tweede stemmetjes te zingen en zo. Ja. En dus dat was wel echt al heel vroeg gewoon. Ja, en 10 jaar geleden dan met piano spelen begonnen? Nee, dat niet. Nee, ik denk dat ik nu ongeveer 4, 5 jaar piano speel ongeveer. Dus, oké. Okay. Ja. 4, 5 jaar? Ja. Ja. Dus ja, me valt hartstikke goed. Dus. Ja. En waar ben je 10 jaar geleden mee begonnen dan, met muziek maken? Nou, vooral zingen. Gewoon zingen heel veel zingen. Ja. Ja. En ook bij een beginnend koortje dan, dat je dan ook een beetje musicalliedjes gaat zingen. En Annie en The Sound of Music. En nou, had ik altijd de hoofdrol en de solo's. En toen zei die vrouw van, nou, volgens mij wil die er wel meer mee later. En toen elke keer doorverwezen naar een ander koor. En uiteindelijk bij een heel klassiek koor nog gezeten voor, ik denk, 7 jaar. Vanaf... 11 of zo. En eigenlijk steeds weer door, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Ja, leuk. Vorig jaar hebben we samen in Zorro gespeeld. Ja, dat was ook wel vet. Ja, was dat je eerste productie bij vak? Ja, bij de vak wel, ja. Ja. Ik heb bij Kleintje Kunst ging, de jongere versie ervan heb ik nog wel, eerst nog met Robin Hood in 2012 nog een keer meegedaan. Als non, dus dat was wel leuk. En toen daarna nog een keer met Annie. En toen Zorro inderdaad. Dat vond ik wel echt heel gaaf. Ja, was een leuke ervaring. Zeker. Ja, dus de droom is niet in duigen gevallen met... Nee. Mooi. Ja. Super. Ja. Ja. Nou, we hadden net een liedje gedaan. Zullen we die eens even doen? Ja, is goed. Ja? Ja. Vind ik wel spannend, hoor. Maar... Nou, jij begint, hè? Ja. Het is een Valerie van Amy Winehouse. Valerie, ja. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. What you doing? And in my head I paint a picture. Thank you.
Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come home, where my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why won't you come on over, Valerie? Zo onbevangen en met zoveel plezier blijven spelen. Wat je ook gaat doen. Dat zou ik beloven. Oké, top.